Hallo en welkom bij de Nederlandse Challenge Mode Gold Guide van Shadowpen Monastery. Deze is wel een van de middelmatige qua moeilijkheid. Het is niet heel erg moeilijk, maar het is ook niet heel erg makkelijk. Dus deze is goed om ergens in het midden te nemen. Op het begin wil je alle drie de pools bij elkaar doen. Je wil met z'n allen bij elkaar op één plek stekken. Je wilt als healer cooldowns poppen, als tank cooldowns poppen, want de damage is vrij hard. Ook wil je dat iedereen zoveel mogelijk air effect stunts gebruikt en ondertussen air effect je gewoon alles neer. Zodra ze allemaal dood zijn of bijna allemaal dood zijn op laag HP, dan ga je als groep naar de boss toe en ondertussen DPS je ze nog steeds neer. Handig hiervoor is een warlock of een hunter bijvoorbeeld, omdat die lopend kunnen casten. Ook voor deze pool kan je pre-potten, want voor de rest mag je geen potion gebruiken omdat je in deze dungeon een invisibility potion moet gebruiken. En na deze pool is het eigenlijk te risicovol om nog een andere pre-pot te doen. Deze boss hit behoorlijk hard. Het is ongeveer hetzelfde als in Heroic. Of ja, het is hetzelfde als in Heroic, maar in Heroic kan je een paar aantal dingen negeren die je totaal niet kan negeren op Challenge Mode. Wat belangrijk is dat je van die markers hebt, dan weet je waar je kan stacken en waar je niet kan stacken. Bijvoorbeeld, de tank kan op groen gaan staan, om dadelijk bij de draak, en dan kan de DPS op blauw gaan staan. Deze baas doet een aantal abilities. Ten eerste zie je die lightning pool, zorg dat je daar meteen uitgaat. Eén hit is niet te erg als je daardoor gehit wordt, maar als je twee ticks ervan krijgt, ben je dood. En iceblock of zo bijvoorbeeld werkt niet, omdat je nog steeds in die pool zit en zou je altijd daarna nog een tick krijgen. Dus zorg gewoon dat je er op tijd van moeft, wat hier onze healer dus daadwerkelijk niet doet. Wanneer de boss op 50% HP is, dan gaat de draak, Tsulong-achtige draak, wordt dan actief. Die doet een breath. Als het goed is, face de tank hem weg van de rest van de raid, of van de groep, en kan de rest van de groep op een andere marker gaan staan. En dan krijgt alleen de tank de damage. Ook doet de boss ability dat je hier kan zien is een magnetic shroud. Die absorbeert een healing. Zorg gewoon dat je iedereen er doorheen hield en dan is het goed. Zorg dat je tank er eerst doorheen hield aangezien die het meeste damage zal vangen. Zodra de draak dood is, zal de boss weer activeren en dan gaat het weer verder. Hier wordt de boss dus weer geactiveerd. Op deze pool wil je trouwens meteen op het begin ook Bloodless callen of je wilt het gebruiken op de vorige trash pool. Ligt een beetje aan hoe hoog air effect DPS je hebt, dus wat je setup is. Als je hele lage air effect DPS hebt, is het aangeraden op de trash pool de Bloodless te gebruiken. Heb je hele hoge air effect DPS, dan is juist op de boss Bloodless aangeraden. Zodra deze boss dood is, moet hij er snel mana restoren. Dat kan hij doen door middel van het Klaxi Regeneration Restorve Ember. De tank gaat alvast doorpoelen. Wat je hier niet kan zien is dat de tank 2 tot 3 mobs poelt. Hij poelt er op het begin 2. Zodra er eentje bijna dood is, gaat hij voor een derde. Je wil hier niet te veel mobs poelen, omdat ze behoorlijk hard hitten wanneer ze doodgaan. En sowieso hitten ze ook al behoorlijk hard. Als je voor een hele goede tijd gaat, dan wil je natuurlijk wel dat je alles poelt. Maar dan moet je chainstunnen, etcetera. Ook hier raad ik alsnog aan om te chainstunnen, te interrupten, alles wat eventueel de damage vermindert. Je ziet nu dus dat de tank kiest voor om 3 mobs te pakken. Dit is omdat eentje al bijna dood is. De cast die ze doen zijn vrij dodelijk. Dus die moeten geïnterrupt worden, zoals ik al zei. Of je kan er een stunt voor gebruiken. Keuze is aan de party. Call uit wanneer je gaat interrupten en wanneer je gaat stunnen, zodat er niet 3 interrupts tegelijkertijd komen en voor de volgende geen. Zodra deze dood zijn, move je verder als groep. Je moet tegen de muur aan moven, zodat je de adds niet poelt. En dan moet je de brug op rennen. Tip hiervoor is, wat ons healer deels wel, deels niet doet, is je moet omhoog kijken. Want als je omhoog kijkt, dan kan je de arrows aanzien komen.
Zolang één iemand van je party het goed doet, is het eigenlijk prima. Het liefst wil je natuurlijk dat iedereen het goed doet, omdat anders misschien iemand doodgaat en dan verlies je behoorlijk veel tijd. Maar als in ieder geval één iemand het goed kan doen, dan moet het al voldoende zijn, want dan de archers verdwijnen zodra er één iemand eenmaal de boss activeert. Of de boss sequence. Het zijn meerdere phases namelijk. Dit is vrij simpel eigenlijk. Wat je wil doen is, je stackt met z'n allen gewoon op elkaar. Je air effect is allemaal neer. En de healer die healt, omdat de damage toch nog wel redelijk hoog is, zoals je hier kan zien. Dus komen een aantal waves op de grond. Je moet gewoon zorgen dat je hier uit gaat staan, omdat ze behoorlijk hard damage dealen. Voor Melee is misschien verstandig om te weten. Er zijn mobs en die casten soms, casten de mobs parry stands. Wat ze dan doen is, ze tillen hun benen op en ze gaan alles parryen wat je van voren doet. Oftewel, ga achter de mobs staan. Dit is handig om te weten wanneer je bijvoorbeeld veel melee DPS hebt. En voor de rest is het gewoon air effecten. Zodra er hiervan, als ik het goed heb, 20 dood zijn, of 16, ik weet niet precies. Dan komen er twee nieuwe mobs aan. En die zijn vrij makkelijk. Er zijn zelfs 24 mobs die je moet verslaan voor het de volgende activeren. En nogmaals, je wilt hier geen potions gebruiken omdat je dadelijk een invisibility potion nodig hebt. Nu komen twee mobs. Eén daarvan spant een staf. Degene die de staf spant, die wil je als eerste doodmaken. De reden hiervan is dat de staf een target selecteert en dan heb je eigenlijk drie targets die je moet tanken. Je ziet dus dat de rechter een staf dadelijk gaat spannen. Nu nog niet, maar je moet hem eigenlijk dood hebben voordat hij überhaupt de staf spant. De andere die doet af en toe een leap. Wat dan de tank moet doen is gewoon simpelweg terugtaunten. Hier zag je net dat hij de hunter getarget had, dan moet de tank terugtaunten. De healer kan hier gewoon mee DPS op dit stuk, want de damage is zeer laag. En dan is er extra DPS, en dat helpt. Je move naar boven. Zo snel mogelijk. Nu wil je niet in ieder geval één iemand hebben die naar boven loopt. En activeert de boss. Het is precies hetzelfde als op heroic mode. Alleen op challenge mode zijn een aantal dingen gewoon heel erg dodelijk. De Fist of Fury ability. Dat die een... hij slaat een aantal slagen van voren naar voren toe. Als tank moet je hier gewoon uit gaan staan. Als je dat namelijk op je doet en je krijgt meer dan twee ticks, dan ben je dood. Dan heb je ook tornado. In principe als tank gewoon in blijft staan, als melee DPS ook, omdat het niet heel erg veel damage doet. Je kan ervoor kiezen om eruit te gaan staan, ligt er een beetje aan wat voor healer je hebt. Als de healer namelijk toch niet goed mee kan DPS, kan je er gewoon beter in blijven staan. Kan de healer mee DPS, dan kan je alsnog kijken of het wel of niet in blijft staan. Nu doet de boss een aantal bolts. Je moet hier niet tegen staan, want die bolts zitten behoorlijk hard. Als je geluk hebt, one-shotten ze je niet, om zo te zeggen. Zorg dus gewoon dat je niet in die bolt staat. Haal de mirror images het zo snel mogelijk neer. Op heroic maakt het namelijk niks uit, maar op challenge mode daadwerkelijk wel. Omdat je op challenge mode namelijk meer bolts krijgt als je ze niet kilt. Dus
ren naar ze toe en kill ze. Tenzij je range bent, dan kan je gewoon blijven staan. Na deze bos komt er een tricky gedeelte. Het is dus van belang dat je dat goed gaat doen. Want daar hangt de hele challenge mode gold van af. Wat je wilt doen is je grouped up. Je wacht dat je met z'n allen bij elkaar bent. Je stampeding roll van tevoren, dat heb je wel degelijk nodig, anders heb je een andere tactiek nodig. Je popt je invisibility potion als groep en je rent. Wat je gaat doen is je rent naar de brug. Je ziet daar vuurpoeltjes op de grond, daar moet je niet in gaan staan. Er is helaas ook nog een gedeelte wat beïnvloed wordt door een luck factor. Het is namelijk zo dat je de pijlen niet aan kan zien komen. Oftewel dat er opeens een vuurding recht voor je kan spannen of op je kan spannen. Wat je dan moet doen is gewoon vanaf het punt waar je uit je invisibility gaat verder gaan. Als je het goed doet, dan kom je gewoon op de brug uit en dan heb je geen probleem. Na de brug krijg je een redelijk lastige trashpool. Namelijk de hele kleine ads die geven heel veel damage als ze ontploffen in de buurt van iemand. Wat de tank dus moet doen is zorgen dat hij er aangroef van heeft. En ondertussen moet de range DPS ze neer DPS'en. Als je een veel melee DPS hebt, dan moet de melee DPS het... de grote ads gaan richten en gewoon één range assignen of twee range voor de kleine ads, want die mogen niet op de tank exploderen, want dan gaat de tank dood. Je kan er ook RFX stunts voor gebruiken, zodat ze op de plek blijven staan. Dat is makkelijker voor de tank en dat is ook makkelijker voor de grote ads. Dit zijn de andere ads als die op het begin na de eerste boss zijn. Deze zijn iets minder dodelijk, die grote ads, maar alsnog pas op met wat je poelt. Poel niet te veel, poel niet te snel. Zodra de ad dood is of bijna dood is, kan je als tank de boss gaan poelen. Deze boss is vrij simpel, maar je moet wel weten wat je moet doen. Je ziet hier dat de Bloodless cooldown er vanaf is. Normaal zou je zeggen, pop de Bloodless meteen, maar dat doe je hier niet. Want deze boss die geeft buffs, CQD buffs, en die zorgen dat je meer damage gaat doen. Oftewel, wacht totdat je een aantal stacks hebt, dus 4-5 stacks. En call dan Bloodless, pop dan ook al je DPS cooldowns. Deze boss heeft namelijk behoorlijk veel AP. Als je het niet doet, dan duurt het heel lang voordat je de boss neer hebt. Dus wat je moet doen is wachten tot je een aantal stacks hebt. Pop dan Bloodless, pop dan DPS cooldowns. En de tank moet eigenlijk de kleine ads taunten en killen. De rest hoeft niet echt te helpen, zolang het alleen de tank is die het doet, één voor één. Dan is het geen probleem, want dan krijgt de tank af en toe een explosie op zich. En dat is eigenlijk deze boss. Het is niet een vrij moeilijke boss, maar het is best wel healing intensive. Zoals je trouwens kon zien, gebruik nu de mage de ice block. Je ziet ook meteen dat zijn buffs weg zijn. Onthoud dus dat wanneer je iets gebruikt van immuniteit, dat ook je damage buff weggaat. En dat kan voordelig zijn, maar ook nadelig als je de DPS namelijk nodig hebt. Raad ik je aan om iets meer risico te nemen en toch niet je immuniteit te gebruiken. Want het is best wel veel damage die je moet krijgen. Ook doet de tank, of krijgt de tank af en toe een sleep op zich. Wanneer dit gebeurt, moet je dit dispellen. Heb je een monk tank, dan heb je voordeel, want de stekker van een monk tank haalt het automatisch weg. Dus dan hoef je niet te dispellen. Kan ook niet de andere magic buff leggen. Nu is de boss dood en nu komt er een trucje waardoor je heel veel trash kan skippen. Je wil dat de tank de twee mobs poelt en je wil dat ze met z'n vieren bij de orb gaat staan. En ook echt met z'n vieren. Wat je wil doen is je wil met z'n vieren tegelijkertijd de orb klikken. Wat er namelijk gebeurt is je moet minstens vier van die orbs geklikt hebben wanneer je dit tegelijkertijd doet. Dan rekent de game het als 4 orbs geklikt. Dus maak een countdown en klik met z'n allen. Je hebt een kleine halve seconde speling erin, maar klik gewoon meteen zodra
je hoort klik. De mobs hitten niet echt behoorlijk hard. Dus hier kan je dus mee DPS'en. Mocht dat nodig zijn. Maar ik raad het aan, want het gaat allemaal op tijd, hè. Hier skip je deze trashpools en de orbs. De volgende trashpool skip je ook. Dit doe je door over het water te gaan. Wanneer je een deadnight hebt, kan die frost pad aanzetten. Scheelt je een paar secondes. Of wanneer iedereen de water walking mount heeft, zoals de monk tank. Dan kan dat ook tijd schelen. Deze trashpool hit redelijk hard. Wat je moet doen is je moet zorgen dat je meteen de orbs neer hebt. Dat zijn de paarse orbs, praat ik deze keer over. En zodra die neer is, moet de tank zorgen dat er dat de mobs een beetje weg zijn van de orb. Zodat erop geklikt kan worden, want anders kunnen mensen eruit geklikt worden door air effect. Of door de draaiende paarse skeletjes of bolletjes, wat je hier dus ziet. En dit is de laatste trashpool die je gaat doen. Hierna skip je weer een trashpool. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn, omdat de kans bestaat dat je het anders spoelt. Deze is dood. Wat je doet is je mount allemaal. Wat hier eigenlijk alleen gedaan wordt door één iemand. Maar je mount allemaal. Je loopt er langs. Je loopt er goed langs. En vervolgens poei je de bos. Als je DPS cooldown zet, als je kan pre-potten, maar pre-potten kan waarschijnlijk niet omdat je invisibility potion cooldown nog hebt. Maar heb je nog iets van cooldowns, gebruik dit dan. De damage is heel erg laag op de tank, dus healer kan gewoon mee DPS'en. Zorg dat de Rising Heat geïnterrupt wordt, dit kan de tank gewoon simpelweg doen. De ranged moet de orbs neerhalen, zo snel mogelijk. En wanneer een tank genokbacked wordt, moet de tank zorgen dat hij meteen weer terug is, want anders krijgt hij increase hate. En dan kan hij niks meer hitten, totdat hij zijn ability gebruikt. Wanneer je max energy hebt, wil je de ability gebruiken. Dan ga je weer naar 0. Je kan het ook tactisch gebruiken. Dat wanneer de drie paarse bols gespawned zijn en ze willen liepen. Als je dan snel de ability klikt, kunnen ze je niet liepen. Maar ik raad gewoon aan om ze te killen. Dus in plaats van die tactic te gebruiken, want je bent best wel lang in die ability bezig. Plus je moet dan elke keer de ability gebruiken. Maar het is misschien een mogelijkheid. Als je weinig range DPS hebt of weinig DPS op de orbs. En zodra deze boss dood is, is het het einde van de challenge mode en dus ook van de challenge mode guide. En de boss zal niet doodgaan, maar hij zal op 1 HP blijven, want je zal de Sha in hem verslaan. Dit was de challenge mode guide. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben. Wil je meer challenge mode guides zien of andere nuttige informatie, kijk dan op ons kanaal of op onze website century-gaming.com. Tot de volgende keer!